Ja, het lijkt dan misschien een achteruitgang, een Ford Focus RS. En na een Audi R8, een Porsche 911, een Mitsubishi Evo, een BMW M3. Ja, qua kostprijs is het dan ook wel een achteruitgang, totdat je erin stapt. Dan kom je erachter dat de attractiewaarde van deze auto op ongekend hoog niveau ligt. Dit is zo'n voorbeeldige auto wat betreft rijeigenschappen. Je kunt er zo vreselijk hard een bocht mee door. Voorin zit een 5-cilinder met 305 pk, voorwielaandrijving met daartussenin een sper. Nou, daar kun je dingen mee doen, ongekend. Net als bij iedere Drivers Academy ga je de auto op topsnelheid rijden. En dat is bij deze Focus RS 265 km per uur. En dat is heel hard voor een compacte auto als deze. En wat misschien nog wel indrukwekkender is, je gaat vanaf boven de 200 km per uur de auto in een noodstop in zijn ABS tot stilstand brengen. Dat is heel heftig. Wil je deze sensatie er ook meemaken? En ik kan me zo voorstellen dat je dat wil. Kijk dan verder op deze site voor het inschrijfformulier.